Hi iedereen, mijn naam is Danielle en welkom bij weer een nieuwe video van BMD Pet. Vandaag heb ik voor jullie weer een cage tour, of eigenlijk weer. Ik heb nog nooit een cage tour gedaan van Timon en Pumbaa. Ik heb wel een voorstelvideo gemaakt waarin jullie de kooi een beetje hebben gezien. En toen die video met Pasen, daar hebben jullie ook wat van ze gezien. Maar jullie hebben eigenlijk nog nooit een ingerichte kooi gezien. Dus toen ik gisteren het hok heb schoongemaakt, dacht ik, leuk, ga ik opnemen. Ik ga laten zien wat er in de kooi hangt en hun eerste paar minuutjes in de kooi. Dit is de kooi van Timon en Pumbaa trouwens. Het is de Verplast Verrat, een ideale beginnerskooi voor mensen die 2 tot 3 ratjes gaan houden. En nou, laten we maar gewoon snel gaan kijken wat er allemaal in hangt. Als ik de kooi heb schoongemaakt, dan staat hij altijd nog heel eventjes in de keuken of in elk geval op de eettafel. Want ik maak hem niet schoon waar ze bij zijn, omdat ze eigenlijk niet kunnen wachten altijd om de kooi in te gaan. Dat zie je hier, er wordt zet de kooi neer en Timon zit eronder in die buis. En Pumbaa daar, dus ik ga gelijk kijken van, oh, ons huis is weer, ja, ja, ja. En dan, ja, dan rennen ze gewoon eigenlijk keihard terug naar hun kooi om deze, ja, om deze zo snel mogelijk te kunnen verkennen. Dus ik vind dat zielig als ik dan, deed het, hem daar aan het schoonmaken ben waar zij achter me zitten. Want ze zitten gewoon op de bank op het moment dat wij de kooi schoonmaken. Dus daarom maak ik hem op de tafel erachter schoon. Dan kunnen ze me ook niet lastigvallen tijdens het schoonmaken. En ja, Pumbaa die gaat gelijk eventjes heftig drinken. Die heeft dorst ervan gekregen, denk ik. En je ziet dat ze ja, eventjes lekker een beetje onwennig de kooi aan het rondkijken zijn. Ja, Pumbaa die loopt nu van dat blauwe hangmatje naar die gele. De meeste hangmatjes in deze video, eigenlijk de meeste dingen in deze video, zijn gewoon in de dierenwinkel te koop. Alleen dat hangmatje waar die nu in gaat, die heb ik van Etsy. En dat zijn eigenlijk 2 losse hangmatjes die ik zelf met haakjes aan elkaar heb gemaakt. Zodat het een beetje een dubbeldekker is waar ze in kunnen kruipen. Maar de rest ja, kun je gewoon kopen bij de dierenwinkel. En de spijkerbroek waar ik nu op zit, of in ieder geval de pijp van die spijkerbroek. Ja, die kun je niet kopen in de dierenwinkel. Je moet gewoon een eigen spijkerbroek daarvoor eventjes opofferen en dan zo ophangen. Daarnaast zie je de Sputnik. Dat is echt een van de meest populaire huisjes onder de ratteneigenaren. Ja, en dan heb je hier de benedenverdieping. Daar zie je heel veel dingen eigenlijk hangen in het midden. Je ziet die papegaaienspeelgoed. Dat heb ik toen in die shoplog ook laten zien. Dat zijn speeltjes eigenlijk bedoeld voor vogels, maar ideaal voor ratten. Daar beneden zie je ook nog zo'n geel huisje. Dat is ook een vogelhuisje. Dus kijk zeker bij de vogeldingen als je op zoek bent naar rattenspeelgoed. Want ja, heel veel dingen kunnen zij ook gewoon gebruiken. Dat grijze toilet daarboven wordt trouwens niet als toilet gebruikt, maar gewoon als slaapplekje. Dit hier is, ja, is hun echte toilet. Daar zitten ook korbokorrels in. Dat is hun plassteen en die staat onder het waterflesje. Die hangt eigenlijk daar, maar die is er nu nog even niet. En daar sluiten ze ook hun nageltjes aan. Dat is een caviahuisje. Daar hangt dus dat gele vogelding. En daar kunnen ze dus ook lekker inkruipen. Ze passen er zelfs met z'n tweeën in. En ja, je ziet daar ook nog een balletje in de hoek. Daar speelt Timon af en toe mee. Maar ik zie ze eigenlijk niet heel veel gebruiken. Maar ik gooi het er toch altijd maar in, just in case. En nou ja, het hangt lekker vol. Dat vinden ratten fijn. Dus als je zelf een rat hebt, maak er echt lekker een jungle van. Want daar voelen ze zich gewoon prettig in. Daar spelen ze graag in. Dat vinden ze echt top. Timon is ondertussen weer snel naar buiten gekropen. Want nou ja, zoals jullie weten mogen ze ook gewoon buiten de kooi wanneer ze dat willen. Als ze thuis zijn is het deurtje gewoon open. En ja, daar had hij nog lekker een snackje. Het is nu de volgende dag en ik dacht het is wel grappig om ook even te laten zien hoe snel er alweer overal trollen liggen. Ze zijn redelijk ja, zindelijk, maar toch liggen er altijd hier op de bodem wat trollen. Dus die haal ik dan weg. En ze liggen nu samen lekker in die spijkerbroek te slapen. Dus daar zie je helemaal niks van. Maar ik weet dat ze er zitten. Want ik zag ze vanochtend zitten. Kijk, hier zie je een klein rattenstaartje. En nou ja, daar ligt alweer lekker... ja, je kan niet zo goed zien. Daar ligt alweer lekker een plasje. Dus dat ga ik zo ook even opruimen. Maar verder is de kooi nog best wel netjes na 1 dag. Vaak kunnen ze het alweer helemaal, ja, helemaal een bende ervan maken. Maar alles is heel nog. Er is nog niks kapot gekauwd. Dus daar ben ik trots op. Ja, dit is eigenlijk mijn cage tour. Ik ja, heb het meeste gewoon bij verschillende dierenwinkels gekocht, zoals ik al zei. En voor, ja, voor de ratten heb ik dus nog niet echt thema's. Dat had ik voor de hamsters natuurlijk wel altijd. En ik denk dat ik bijvoorbeeld voor kerst of zo wel echt weer een thema wil gaan doen.
Maar ik moet zeggen dat ik het voor de ratten best wel moeilijker vind dan, dan voor de hamsters. Op de een of andere manier zijn er gewoon toch minder thema dingen voor ratten. En ik kan ook bij vogels niet echt wat vinden. Maar ik heb van mensen gehoord dat je ook gewoon bij de Action, bij de Big Bazaar en bij de IKEA een beetje kan kijken naar harde plastic spullen. Dus dat ga ik binnenkort maar eens doen. En als ik dan weer een leuke kooi heb, ga ik die natuurlijk zeker aan jullie laten zien. Dit was in elk geval voor deze keer. Heb je vragen over een van de spullen in de kooi? Laat het dan zeker even hieronder weten in de comments. Oh, en er is één vraag die ik alvast kan beantwoorden. Waarom er zeg maar een badmat op de grond ligt en niet bodembedekking is. Omdat het voor ratten eigenlijk goed is om zo stofvrij mogelijk bodembedekking te gebruiken. Dus ik gebruik vlies of een badmat, maar net eventjes wat uitkomt, wat gewassen is. Deze badmat is van de Action en die heb ik op maat geknipt, zodat die, die neemt lekker veel vocht op. En ik heb hem op maat geknipt, zodat hij precies in de bodem past. Dan rest mij het alleen nog om jullie te bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, dan ben je altijd op de hoogte van mijn laatste video's. En tot de volgende keer. Doeg!